Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 15 januari. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik heb ook al boodschappen gedaan. Die zal ik jullie zo even laten zien. Mickey zit gezellig hier op schoot. Ik had nog even wat meegemaakt. Ik was even naar de Zeeman gegaan. Want Nathalie wilde heel graag een slabbetje van de Lion King. En ik moet weer niezen. Nee, hij wil niet. En mijn moeder had al gekeken en zij zelf ook wel, maar in de winkel hadden ze alleen roze slabbetjes. Ja, daar kun je gewoon niet zoveel mee, omdat je nog niet weet wat het wordt. Op de website hadden ze wel een witte met, geloof ik, jou heet een beestje Simba. Ik heb geen idee, ik ben niet echt thuis in de Lion King. Maar die hadden ze in de winkel dus niet. Dus ja, misschien dat de website ook wel los staat van de winkel. Dus ik was daar gewoon aan het kijken. Het was voor mij überhaupt al een hele zoektocht naar de babyafdeling. Ik kon daar nooit. Heb daar niks te zoeken. Dus ik dacht, ja, waar ligt dat dan? Nou, uiteindelijk had ik het dus gevonden. Dan stond er aan de overkant stond er een mevrouw. En die was bij de sokjes aan het kijken. En die zei dus van, mag ik wat vragen? Dus ik zeg, jawel. Ik vond het eerst een beetje vreemd. Ik denk zij dat ik hier werk of zo? Ik bedoel, ik heb geen zeemankleding aan. Ik sta gewoon in mijn jas. Ik heb gewoon mijn spullen bij me. Weet je waar de majo's liggen, zegt zij. Dus ik zeg, ja, voor kinderen of voor volwassenen. Nee, voor kinderen. Zij zegt, ik dacht dat ze bij de sokjes lagen, maar daar liggen ze niet. En dat vind ik toch wel de meest logische plek. En nou ja, liep er gewoon heen. Ik zeg, ja, je zou het wel denken inderdaad. Nou, daar lagen ze dus niet. Nou, dus dan ga ik wel verder kijken. Dus ik zei, ja, succes. Toen liep ik eigenlijk weer weg om de winkel te verlaten. En toen zei ik, oh, hier liggen de majo's. Want ze lagen dus op een kopstelletje. Dus toen had ik de kindermajootjes gevonden. Maar dat was wel een bijzonder iets. Ik ben zelf totaal niet thuis in de babyspullen. Dus het was voor mij ook even zoiets van, oké. Maar goed, alles is weer klaar, dus lekker. Ik heb het wel een beetje koud, de warmte staat er wel aan. Gisteravond heb ik gekeken naar Vier Handen op één Buik. Bijzondere aflevering ook wel. Meisje had gewoon een relatie en uiteindelijk is de relatie, heeft het niet overleefd. Ik merk wel dat er vaak wel heel veel achter speelt. Ze hebben vaak wel een heel moeilijke jeugd gehad. Veel verleden. Dus zij werd bijgestaan door Monica Geuze. Dus nou ja, uiteindelijk wel een mooie aflevering. Daarna heb ik Married at First Sight gekeken. En ja, ik wil er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Omdat ik niet weet of mensen het volgen. Want het kan ook zijn dat je het later gaat kijken. Als je bijvoorbeeld op Videoland kijkt, kun je alles vooruit kijken. Maar een koppel waarvan ik niet had verwacht dat het uiteindelijk zou gaan trouwen, ging dus toch trouwen. En volgende week gaat het verder. Dus ja, dat was op zich. Ik had hem niet zien aankomen. Die gekeken, dat vond ik best wel een beetje emotioneel eigenlijk. Ik ben nu dan bij de. Ik heb gisteren de ene laatste aflevering gehad van seizoen 3, wat ik al vertelde. En ze werken nu naar een afscheid toe, omdat de oudere jaars, die gaan dus naar een vervolgopleiding. Die gaan naar een andere school toe. En dat betekent dus dat er een aantal zijn die gewoon op de school blijven waar ze nu zit, maar die dus ook naar een aantal naar een vervolgopleiding gaan. Ja, ik vond het best wel een beetje heftig. Ze hadden nu de nationals en zangcompetitie hadden ze dus ook gewonnen, dus dat was al heel erg mooi. Maar toen gingen ze ook een prijs uitreiken nog aan de beste leraar van het jaar. Nou, die ging uiteindelijk naar de leraar van die Glee-les, die de Glee-lessen geeft. En toen ging die hele Glee Club ging dus optreden en met We Are The Champions. En ik vond het best wel een beetje emotioneel. Ik denk dat het vanavond nog wel heftiger zal zijn, omdat je dan echt goodbye heet het ook. Dus dan neem je gewoon echt afscheid van die personages. Ook al zul je ze in het volgende seizoen evengoed nog zien hoe ze hun weg vervolgen naar de andere school. Maar op die school is het gewoon klaar.
Ik heb ook Rex gekeken. Ik heb mijn foto's bewerkt. Dus dat was ook een beetje mijn avond. Ik zal jullie even op het statief zetten voor de boodschappen. Dan ga ik daarna hier aan de schoonmaker. Dan kan ik daarna aan de vlog. Dus dan loopt de planning gewoon nog goed. Dus ja, dat zal ik even doen. Ik heb ook even kattengrit gehaald en cola. De welkoop hier. Ik haal altijd mijn kattengrit bij de welkoop. Die gaat verhuizen. Dus we hebben gelijk even gevraagd per wanneer ze vertrekken. Ze hopen in 19 maart hun nieuwe gebouw te kunnen openen. Of hun nieuwe winkel. Het is wel maar 5 minuten hier vandaan. Ik vind het wel jammer dat hij weggaat. Maar wie weet komt er een hele andere leuke winkel voor in de plaats. Ik noem maar wat een Action. Nee, daar ga ik niet van uit. Maar ik zou het wel heel fijn vinden. De boodschappen. Alle krantjes eruit. Ik heb even overkroketten gehaald. Ik ben heel erg doelloos momenteel qua eten. Ik vind het zo lastig. Dus ik dacht, nou, ik neem maar even overkroketjes mee. Weer even een bakje koffiepads, maar het komt, ze hadden nu weer de XXL weken en dit gaat eigenlijk niet snel overstuurd. Tot wanneer is dit houdbaar? Tot 10, 12, 20. Nou, dit is al lang op. Sterkte 4. Oh, daar heb ik eigenlijk weer naar gekeken. Dat staat achterop, dat wist ik helemaal niet. Maar goed, even de mondjes maken. Dat vind ik zelf het lekkerst. Een bakje chocomel, zoals elke week eigenlijk. Ik ga morgen even een pizzaatje maken, dus ik heb even champignons gehaald. Toiletpapier, ik heb weer even deze gehaald. Deze is wel wat duurder, die kan dan ook gelijk op de wc. Normaal heb ik altijd volgens mij 12 rollen voor iets minder dan deze prijs. Alleen, die hebben ze op het moment niet van het merk. Oké, dus ik heb nu deze, dus het is 4 laag, het is wel heel erg lekker zacht. Deze heeft ook van die roze... Kijk, van die roze afbeeldjes erin zitten. Dus ik denk wel dat die heel erg lekker is. Maar ja, ik vind toiletpapier best wel aan de prijs. Je kunt natuurlijk dat hele goed kopen van dat grijze papier. Maar dat vind ik veel te hard. Ik heb ook even oven airfryer frikandellen gehaald. Ja, van Mora dit keer, zoals ik zei. Doelloos als een nacht. Ik heb frietjes. Aardappelschijfjes, zoals ik het al vertelde, ik wil wat meer over op de aardappelschijfjes. Dan had ik 3 pakjes jus voor 1 euro. En deze zijn nog van Maggi, dus echt hele lekkere jus. En ik heb altijd gewoon de rundvlees, ik heb 3 pakjes rundvlees jus. Dan heb ik weer even wat staan. Dus deze zijn gewoon super lekker. Ik heb even weer mijn bootjes gehaald, zoals elke week. Slaapinkjes. Eventjes maatverband. Nou, ik heb 2 uitleg nodig. Er gaat hier 1 tas in. Ook oma's smulfrieten. Die vind ik ook heel erg lekker. Ik had nog een broccolietje. Ik heb weer even die lippenbalsempjes gehaald. Die vind ik heel erg fijn. En ik wil gewoon in meerdere tassen lippenbalsem stoppen. Omdat ik merk dat ik momenteel echt hele droge lippen heb. En het laatste wat ik heb is kattenvoer. Ik had ook nog een broodje, maar die heb ik al op. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik even een sopje maken, muziekje aanzetten. Dan gaan we hier even lekker aan de gang. Dus de eerder ben ik ook weer klaar en kan ik gaan editen. Of dan verder met editen. Zo, inmiddels achter de laptop. Alles is schoon. Ik heb lekker gedweld, lekker stof gezogen. De bank is weer goed afgezogen, dus ik ben helemaal tevreden.
Ik zie er altijd toch een beetje tegenop. En eigenlijk valt het altijd reuze mee, want ik ben altijd best wel snel klaar. Dus ik ga nu even editen. En ik hoop niet dat de laptop weer super vol zit. Hij moet eigenlijk weer geleegd worden. En daar zie ik ook een beetje tegenop, omdat ik dan weer allemaal wachtwoorden en zo kwijt ben. Dus moet ik eerst kijken dat ik echt al mijn e-mailadres heb aangepast. Omdat de mail dan op de laptop misschien ook weer moeilijk doet. Dus ik ga eventjes nu editen. En ja, ik hoop dat ik hem zo ver mogelijk af ga krijgen. Dus we gaan het zien. De vlog is af. Hij is nu aan het renderen. Ik weet niet of het helemaal gaat lukken, omdat ik weer met wat ruimtegebrek zit. Oh. Alweer, hè. Ik ben weer aan het filmen. En ze gaan weer op de kattenbak. Het is me niet gegund. Ik ga zometeen nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik Help Mijn Man is Klusser en Down met Johnny. Ik denk dat ik tijdens het eten even dat programma met Corin ga kijken. Ik kijk de laatste aflevering Klee van seizoen 3. Rex, gewoon even Hart van Nederland is shownieuws. En ik moet nog een artikel schrijven. Ja, even verder met het uploaden van de vlog en even een thumbnailtje maken. Dat soort dingetjes. Dus verder niet heel bijzonder. Ik had maandagavond trouwens nog wel mijn hele keuken afgenomen achter de apparaten. Dat was ik helemaal vergeten te vertellen. Maar dat heb ik dus in de vorige vlog vertelde ik dat. Maar dat heb ik dus ook daadwerkelijk wel gedaan. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje alles. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen, even wat drinken. En dan ga ik jullie morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Straks lekker warm douchen, want ik heb te koud. En wat eten. Oh, foei. En hopelijk vannacht een nacht zonder nachtmerries. Maar dat denk ik niet. Ik had er vannacht weer heel erg last van. Dus ik had het er ook even over met degene die altijd met mij meegaat. En die zei van, goh, ga het toch maar eens even aangeven. Ook bij de therapie. Misschien dat er iets tegen is. Ik weet het niet. Maar aangeven kan geen kwaad. Maar ik heb er nu wel heel erg veel last van. Omdat het nu echt dagelijks is. Dus je wordt er zo moe van wakker. Dat het verpest zo je fitheid, zeg maar. Misschien ben je er bekend mee, misschien ook niet. Ik hoop dat je er niet bekend mee bent, maar het is echt verschrikkelijk. Goed, ik ga jullie morgen in ieder geval weer zien, want ik ga nu lekker relaxen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 16 januari. Ik ben klaargemaakt. Het is iets later dan ik had gepland. En het kwam omdat ik van een van jullie een reactie kreeg op Instagram dat je geen reacties onder de video kon plaatsen. En dat is best wel een dingetje, want YouTube heeft sinds eind vorig jaar moet je aangeven of een video geschikt is voor kinderen. Als je dus klikt dat een video geschikt is voor kinderen, kunnen mensen dus geen reacties achterlaten. Ik kwam dus nu pas achter, dus ik zet nu gewoon al mijn video's op niet geschikt voor kinderen. En niet omdat ze niet geschikt zijn voor kinderen, maar omdat ik anders geen reacties van jullie kan ontvangen. En dat vind ik gewoon altijd heel erg leuk hoe jullie reageren. Dus dat is best wel een beetje vreemd. Dan worden de reacties gewoon uitgeschakeld. En ik snapte het al niet, want ik zet reacties nooit uit. Dat heb ik net even aangepast. Voor de rest heb ik gisteravond Help Mijn Man is Klusser gekeken en Down met Johnny. Dat was ook wel heel erg leuk. De laatste aflevering van Klee. Van seizoen 3 dan. En ik ben wel benieuwd hoe dat nu verder gaat. Ik heb Rex gekeken. De vlog die is online gekomen. Die had ik verder ingepland. En ik heb ook mijn artikel geschreven. Dus dat was eigenlijk mijn avond niet heel bijzonder. Eigenlijk was mijn planning om morgen die video op te gaan nemen. Alleen het is nu vrij goed weer. Waardoor ik met het licht eigenlijk best wel oké zit. En ik morgen niet weet wat voor weer het wordt. Het kan ook zijn dat het weer regenachtig wordt. Waardoor ik heb besloten dat het gewoon beter is om nu de video op te nemen. En dan daarna misschien nog even wat te schilderen. Of in ieder geval iets in mijn bullet journal. Ja, ik weet gewoon niet hoe het morgen is qua weer. En dan als het zou regenen, dan baal ik als een malle dat ik het vandaag niet heb opgenomen. Ja, dat is eigenlijk een beetje mijn planning. Ik heb gisteravond met het eten dat programma met Gordon gezien met 100-jarigen. Ik vind het zo aandoenlijk. Ik vind het zo schattig. Nee, echt heel lief. Dus ja, ik heb dat allemaal wel een beetje rond. Er is eigenlijk niet heel veel gebeurd wat ik jullie te melden heb. Ik moet weer niezen. Ja, ik voel me nog steeds moe. Maar dat komt gewoon echt door die nachtmerries.
En ik had het daar dus gisteren ook over met degene die ik altijd op bezoek kom. Misschien heb ik jullie dat al wel verteld. Dat ik er nu toch wel wat mee moet gaan doen met die nachtmerries. Waarbij de therapie moet aangeven. Want ik heb er al zulke jaren last van. Het kan ook variëren dat ik schreeuw, zeg maar. Dus het tijd zit me al best wel lang. En je nachtrust komt er niet echt door ten goede. Dus ja, dat is even afwachten. Ik ga in ieder geval nu even de stofzuiger er doorheen trekken. En dan ga ik even de spullen klaarzetten om de video op te nemen. En ja, dan kan ik daarna eventjes wat gaan doen in het bullet journal. Eigenlijk nu twee relaxe dagen, omdat ik niet hoef schoon te maken. Maar vind ik ook wel lekker. Alles is klaar, dus ik vind het dik prima. Dat ga ik nu eventjes doen. En dan zal ik jullie strakjes bijzitten als ik nog wat ga doen in mijn bullet journal. Video staat erop. Ik had even de gordijnen dicht gedaan, want het was een beetje overbelicht. Maar ik kon wel weer lekker met mijn camera filmen. Dat vind ik heel erg blij. Ik zal het daar even over doen. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik even wat drinken. En dan ga ik even wat tekenen voor mijn mus. Want ik loop achter. Dus ja, het is nog lekker vroeg. Dus ik kan nog mooi wat doen. Oh, overbelichting. Daar had ik dus net heel erg last van. Vandaar dat mijn camera heel erg overbelicht was. Dus vandaar dat ik hem eventjes heb gedaan. Maar ik kon dus nu wel lekker met mijn spiegelreflex filmen. Die ga ik even netjes weer opruimen. En dan ga ik jullie zo meteen bijzetten. Zo, de katjes hebben net gegeten. En ik merk gewoon eigenlijk dat ik zelf niet vooruit te branden ben. Ik ben gewoon heel eerlijk. Die nachtmerries beginnen een beetje zijn tol te eisen. En ik ben gewoon moe. Ik ben gewoon echt moe. En het enige moment dat ik geen nachtmerries heb, dat is als ik bijvoorbeeld even een uurtje op de bank lig. En ik val even in slaap, dan ben ik droomloos. Maar ja, wat heb je aan, weet je, dat is dan eigenlijk, ja, daar kun je niet zoveel mee met een uurtje. Sorry, ik ben nu ook gewoon echt onwijs gaar. Ik heb jullie erbij gezet met bullet journalen, maar of jullie er überhaupt wat van hebben gezien, ik weet het niet. De katten waren vervelend, die zaten steeds met elkaar te vechten, maar ze waren met tijdens het opnemen van de video ook al steeds een beetje bezig. Ik zit er gewoon een beetje doorheen. Niet dat ik niet positief blijf, maar het is gewoon puur even dat slaapgebrek door de nachtmerries wat even zijn tol eist nu. Waardoor ik gewoon eigenlijk gewoon niet zo actief ben als wat ik wil. Kijk, ik ben wel heel blij dat die video er al op staat, maar ik merk nu gewoon dat ik kapot ben. Dat ik het eigenlijk moeilijk trek, dus ik hoop ik ga het gewoon aankaarten. Ik moet volgende week... Donderdag moet ik weer naar therapie toe, dus ik ga het aankaarten. Kunnen we hier iets mee, want het gaat niet meer. Ik heb natuurlijk toch een droomvervanger gekocht. Dat was ook wel een beetje met een knipoog zo van, nou ja, het staat ook wel leuk. En mocht het helpen, is het leuk, maar nee, dat is denk ik ook bijgeloof. Ik ga nu in ieder geval even lekker chillen, want ik ga verder niks meer doen. Vanavond kijk ik meester Frank Visser en ik kijk de handhavers... Ik wil eigenlijk met eten nog even de slechtste chauffeur terugkijken. Ik eet gewoon pizza, die moet ik straks even maken. Ik moet nog foto's bewerken en ik kijk gewoon Clearrex. Dus ja, dat wordt gewoon mijn avondje.
Niet bijzonder, maar ja, gewoon een beetje basic. Maar goed, nu moet ik inderdaad gewoon eventjes lekker gaan relaxen. Even een beetje bijkomen van alles. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want het is wel een beetje een saaie dag, sorry. Maar ik, ja. Dus ik al zei, ik zit gewoon een beetje doorheen. Slaapgebrek breekt op. Ja, nou goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 17 januari. Ik ben klaargemaakt. Het is iets later als normaal. Dat komt. Ik had even met mijn vader gebeld. Even wat dingen voor morgen doorgesproken. En dan hang je toch vaak wat langer aan de lijn dan normaal. Ik heb ook even met Nathalie gesproken via de app. Had ik ook al een tijdje niet gesproken. Ja, wel kort, maar niet echt hele interacties. Omdat zij heel druk is met werken. Ze heeft natuurlijk ook gewoon Frank. En we hebben afgesproken dat we binnenkort weer eventjes gaan afspreken. Want we hebben elkaar natuurlijk al wel eventjes niet meer gezien. December was de laatste keer. Dus ja, ja, het is gewoon allemaal lastig. Hè, omdat zij natuurlijk heel veel werkt. En ja, ze zijn nu natuurlijk ook heel druk met de babykamer maken en zo. Maar 23 februari is de gender reveal party. Dus dan weten we eigenlijk wat het wordt. En dan kunnen Nathalie en ik dus ook een keer gaan shoppen. Omdat we eigenlijk wel hebben afgesproken van laten we maar wel wachten tot we weten wat het wordt. Want het is gewoon iets makkelijker met kleertjes kopen. Dus dat eventjes. Ik ben een beetje donker, want het is heel donker buiten. En ik ben nu heel dankbaar dat ik gisteren mijn video heb opgenomen. Want het was dus vandaag niks geworden. Dus dat scheelt weer. Ik ga zo even stofzuigen. Daarna ga ik even mijn administratie een beetje op orde brengen. Eigenlijk even alles weer in de mappen doen. Want allemaal is binnengekomen. Dat heb ik al zo lang niet meer gedaan. Daarna wil ik gewoon eigenlijk nog even mijn bullet journal. Ik had eerst iets van ik ga schilderen. Maar dat ga ik nu denk ik maar niet doen. Omdat het al ietsjes later is. Dus dat eigenlijk. Gisteravond heb ik de handhavers gekeken. Was ook wel weer heel erg interessant. Ik vind wel dat je het verschil merkt. Dat sommige die zijn best wel coulant, zeg maar, in het niet geven van de boete. En andere zijn wat strenger. Dat is wel echt een beetje het verschil. En ik heb meester Frank Visser gekeken. Ja, dat vond ik een hele lastige zaak. Want dat ging eigenlijk over een soort recht van overpad. En ja, aan de ene kant dacht ik ook, die mensen die gebruikten, zeg maar. Nee, laat ik het anders zeggen. Een vrouwtje die had een huis gekocht. Alleen dat diende eerst als een kapsalon. Dus eerst was de benedenverdieping kapsalon en de bovenverdieping daar, dat was een woongedeelte. Maar die kapsalon die stopte ermee. Dus toen is er gewoon, heeft die vrouw die heeft dat gekocht en dat is een compleet woonhuis geworden. Zij vond het kleine tuintje wat erbij zat heel erg leuk. Het was niet echt een tuintje te noemen. Het was meer een soort plaats waar dus ook een poort zat. Met dus recht van overpad voor haar achterburen. Alleen, toen dat is haar verteld, toen zij het huis kocht en zij dacht, ja, dat is 1 à 2 keer per jaar bijvoorbeeld als je hout moet hebben voor je open haard of weet ik veel wat. En die mensen die hadden inmiddels zelf ook een poort, dus dat was allemaal een beetje lastig. En die mensen vonden het gewoon lekker makkelijk, ja, wel, hè, want Victor die had het uitgemeten, als ik vanaf de poort ga van mijn buurvrouw is het 72 stappen. En als ik vanaf mijn eigen poortje ga, dan was het 104 stappen of zo. Ja, daar hebben we het over. Maar goed, ik vond het een hele lastige zaak. Die man die bleef al heel erg hameren. Ja, maar ik heb dat recht, dus ik gebruik dat recht. Maar ja, als jij 4 keer per dag door de tuin van je buurvrouw gaat, snap ik ook wel dat je daar als buurvrouw zijnde niet heel erg vrolijk van wordt. Nou, uiteindelijk kreeg zij wel gelijk. Zij had wel de eis dat het recht helemaal verdween. Dat kon niet. Daar begon meester Visser niet aan. Maar uiteindelijk kreeg zij wel het recht zo dat zij dat ze niet meer continu gebruik mochten maken van die poort. En hun eigen poort moesten gebruiken. Ik heb Glee gekeken. Daar moest ik wel even heel erg aan wennen. Want het was nu natuurlijk seizoen 4. En een van de hoofdpersonen is Rachel. En die ging dus als enige naar New York. Want een van de andere leerlingen was niet aangenomen. En haar vriend eigenlijk ook niet. Dus je zag een beetje hoe het bij haar eraan toe ging op die school. En ze krijgen in de Glee Club allemaal nieuwe mensen. Dus
Ja, ik heb wel zoiets, weet je, vanaf seizoen 1 moest ik er al heel erg in komen. Ik heb het nu bij seizoen 4 weer een beetje, omdat ik inmiddels heel erg gewend was aan de personages die in de seizoen 1 tot en met 3 zaten. Maar dat komt op zich ook wel weer goed. Ik heb Rex gekeken, dat was ook zo geweldig. Het is zo stom, hè, maar ik krijg gewoon soms tranen in mijn ogen van de dingen die Rex kan. Hoe goed is dat gedaan? Als ik erover vertel, krijg ik weer tranen. En niet omdat ik verdrietig ben, maar gewoon omdat ik het zo bijzonder en mooi vind. Het begon eigenlijk dat hij met zijn baasje op de kermis was. En toen zag je iemand op een hoog iets staan en die ging springen. Maar daaronder lagen dus allemaal dozen. En hij viel dus in die dozen. Rex zat er heel geïntrigeerd naar te kijken. Waardoor zijn baasje al uitlegde. Er gebeurt niks met deze man. Want hij valt in die dozen. Dus die vangt de klap op. Nou, Rex begrijpt dat dan. Toen hadden ze te maken met een seriemoordenaar. En ze dachten dus dat ze degene hadden die ze moesten hebben. Alleen die stond op een soort van balkonnetje. Wat heel slap was. Want het hekje viel al naar beneden. En hij zei ook, als je dichterbij komt ga ik springen. Wat gaat Rex doen? Rex die loopt naar beneden. Je ziet hem met allerlei dozen sjouwen. Uiteindelijk, die man die valt naar beneden. En hij valt dus in die dozen. Dus hoe bijzonder is dat? En ik weet, het is geacteerd. Hij wordt daarin begeleid. Absoluut. Maar dat verhaal zit zo mooi in elkaar. Dat er bij mij tranen in mijn ogen ontstaan. Dat ik het zo mooi vind. Die man die viel dus in die dozen. Dus dat die hond onthoudt van als ik dozen neerleg, dan vangt het die klap op. Dat hij dat begrijpt. Nee, ik vind dat prachtig. Ik vind dat echt geweldig. Dus, dat is weer het emo dingetje wat in mij omhoog komt. Omdat ik dat gewoon super mooi vind. Ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik even die administratie doen. Ik ga jullie daar proberen bij te zetten. Maar ik moet even kijken hoe het zit. Want ik denk dat ik eerst even mijn kaartje moet legen. Dat ga ik eerst even doen. Dan ga ik daarna nog even mijn bullet journal. Want het is allemaal even iets later geworden dan gepland. Want het is nu al 3:10. Dus dat ga ik eventjes doen. Was er licht in dit huis. Kartjes hebben net gegeten. Ik heb de administratie in ieder geval weer in de mappen zitten. Ik moet het eigenlijk een keer grondig uitzoeken. En alles wat weg kan, kan de versnipperaar in. Ik heb nu ook een heel staartje wat de versnipperaar in moet. Maar ik had het koud, dus ik had er nu geen zin in. Dus dat doe ik van de week even. Het ligt nu in de keuken. Maar sommige dingen vind ik gewoon toch wel belangrijk om door de versnipperaar te halen. Zodat het toch even wat minder zichtbaar is. En mijn broek zit te groot. Ik heb deze broek aan, die is gewoon van de Lidl. Maar kijk, bij mij is het probleem dus. Dan heb ik hem gewassen en dan vind ik hem hier. Zeg maar, dit vind ik dan heel lelijk. Hè? Bij de knieën. Ik ben nu net trouwens Michael Jackson, zo met mijn sokjes.
Alleen die had witte. Kijk, dan vind ik dit helemaal niet mooi zitten. En dan ga ik hem optrekken. En dat doet niks. En hij zit hier ook alweer best wel ruim, zeg maar. Ja, Broeke en ik zijn gewoon geen goede vrienden. Wat dat betreft kan ik beter rokjes aantrekken met een legging of een bijo. Want dat zit gewoon beter. Maar ja, nu met de wat koudere dagen wil je eigenlijk gewoon een broek aan. Het zit mij altijd zo snel weer lobberig. Ik weet niet wat dat is. Weet je, volgens mij was dit ook de kleinste maat die ze hadden, maat S. Maar dan zou je bijna zeggen, je moet naar XS. Kijk, en dan zit hij in het begin even strak en dan ga je hem wassen. En nu zit hij los. Ja, eigenlijk is stress helemaal niks. Maar ja, wat moet je? Hè, het is lastig. Vanavond, het is vrijdagavond dus, vind ik een Maastricht. Yes, zin in. Hou ik echt van. Met het eten ga ik even, is er een dokter in de zaal terugkijken? Dat had ik opgenomen. Gisteravond heb ik nog even naar de, gekeken naar die slechte chauffeurs. Ja, ik moet gewoon gigantisch lachen soms hoor. Dat ik echt afvraag, hoe hebben die mensen hun rijbewijs gehaald? Dat blijft dan toch wel een dingetje wat ik mij afvraag. Maar goed, het is wel vermakelijk. En na Flikker Maastricht kijk ik even 5 Days Inside. Dat had ik opgenomen. Ik moet nog mijn artikel schrijven. Er moeten nog een paar foto's bewerkt worden, want het was heel erg veel. Dus ik heb het niet afgekregen. Ik moet mijn video nog editen. Dus ik ben nog wel even druk. Had ik misschien beter gisteravond al kunnen doen. Maar ja. Het is niet anders. En morgen moet ik op tijd eruit. Want mijn vader is hier om 9:30. Omdat wij dan naar de stad gaan. Ik ga mijn bril ophalen. Dus ja. Dat is morgen. Dat nemen jullie dan wel mee, denk ik. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker chillen. En ja, ik hoop dat het voor jullie een beetje interessant was. Ik heb jullie er wel een beetje bij gezet. Ik wil echt weer boven gaan werken. Maar die kou. Hoe dan? Ja, dan moet ik gewoon eigenlijk weer in mijn dusten gaan zitten. Maar nu al stijgt je weer miauwerig. En ja, het is het allemaal nog even net niet. Ik moet echt even die vibe vinden. Ik heb wel wat gekleurd, maar ik had eigenlijk mijn pen weer nodig. Moest ik weer lopen, daar had ik geen zin in. Dus ik dacht, laat maar wezen. Toen was het ook tijd voor de kat om te gaan eten. Dus goed, ik ga jullie morgen in ieder geval zien. Want ik ga nu lekker relaxen. Ik ga straks eten, douchen en vanavond genieten van Flikker Maastricht intens. Dus tot morgen. Een hele goede morgen op deze zaterdag. Het is 18 januari. Sorry voor het nare licht, maar ik zet jullie er even bij terwijl ik mijn make-up doe, zodat ik de vlog kan openen. Ik ga zo meteen mijn bril ophalen. Dus vandaar dat ik al uit bed ben. Het is echt vroeg, het is 9 uur geweest. Ik moet zeggen, het is vroeg voor mij. Maar ja, goed. Het is niet anders. We zullen eerst even koffie drinken. En dan gaan we richting de stad. Ik had gelukkig een paar gratis parkeerplekken onthutst. Want ja, het is best wel duur om in de stad te parkeren, zeg maar. Dus ik had al even gevraagd van aan een en de G van, joh, waar kun je gratis parkeren? Nou, ik heb wat gevonden hoor. Of gekregen eigenlijk. Dus nu even mezelf klaarmaken en dan komt mijn vader straks. Gisteravond heb ik Flikker Maastricht gekeken. Dat was weer super mooi. Ik moest wel zeggen, ik had een beetje moeite mijn aandacht erbij te houden. En dat is, ja, omdat het best een beetje door elkaar loopt, zeg maar. Je hebt vaak twee cases. En de ene keer lukt het me beter dan de andere. En ik had er gisteren een beetje moeite mee. Maar goed, het is uiteindelijk gelukt. Ik heb daarna 5 Days Inside gekeken. Dat Caroline Tenser ging dit keer 5 Days Inside. En die ging bij een soort opvang voor mensen die verslaafd zijn waren aan drugs en of geweest eigenlijk. Ook voor mensen die dus, ja, ze zeiden eigenlijk thuisloos, maar er was ook een man die had gewoon een huis. Maar dat was ook wel heel erg mooi.
Ondanks dat ik wel. Ze mochten ook zeg maar op verlof. En één iemand die had dus toch wat gebruikt. Dus ja, dat was best wel een beetje apart. En hij moest er ook gelijk uit. Wat op zich ook logisch is natuurlijk. En voor de rest gewoon Klee en Rex. En zoals ik gisteren ook al zei. Ik moet nog steeds een beetje wennen nu aan Klee. Nu het weer met nieuwe mensen is. Maar ja, op zich lukt dat ook wel. Volgens mij kijk ik niet echt in de camera. Maar dat komt even omdat ik me concentreer op mijn make-up doen. Ik heb mijn nieuwe truitje aan van de Primark. Ik heb daar een strakke broek onder aan. Dus ook zo, als ik nog tijd over heb, wil even aan jullie laten zien. En ja, dat is het eigenlijk. Rex was ook weer heel erg mooi, maar ook wel een beetje zielig. Want er was een dode man gevonden en één meisje was dus zwanger. Die wilde uiteindelijk haar baby niet meer. Die wilde ze in een soort van, ja, blijkbaar kan dat in Duitsland. Volgens mij hebben wij dat niet in Nederland. Volgens mij wel bij een ziekenhuis of iets wilden ze. Of bij een verloskundige praktijk wilden ze hem in een soort bakje leggen. En uiteindelijk wilde de vader dat niet. Zodat ze hem konden achterlaten, zeg maar, om in dat bakje te leggen. Uiteindelijk wilde de vader dat niet. Dus toen namen ze hem toch wel weer mee. Maar ze moesten die vader hebben. En uiteindelijk hoefden ze hem weer niet te hebben met arresteren. Dus het was een beetje vaag, maar goed. So good so far. Ik moest wel heel erg lachen, want Rex die gaf bloed. En één collega die kan daar heel slecht tegen. Dus die zei al, hadden jullie me niet kunnen waarschuwen. En toen kreeg Rex als dankje een piep. Een dingetje waar een piepje uit kwam. Wat ook een. Waar dus een blafgeluidje uit kwam. En elke keer drukte hij op dat knopje. Dus die collega was dat een beetje zat. Dus die pakte dat dingetje af en legde hem boven op de kast. En als revanche ging Rex lijm op zijn stoel gooien. En toen zat hij aan zijn stoel geplakt. En toen stond hij op, toen schoorde hij uit zijn broek. Dat vond ik wel echt hilarisch. Dat zijn echt weer van die dingen die alleen Rex kan bedenken. Want hun zei, die andere collega zei al, nu gaat hij de revanche nemen. Nou, dat zullen we nog wel eens zien, zei die man. Nou, dat deed hij dus. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. En dan zal ik je zo even mijn outfit laten zien als ik eraan denk. Outfit of the day. Mijn broek van de Lidl. Ik heb nog geen schoenen aan. Ik heb gewoon mijn kattenpantoffels aan. En dus dit shirtje van de Primark met die open schoudertjes. Ik mag even een geurtje opdoen. Ik heb net vergeten. Het is nu kort over 9. Mijn vrouw is hier half 10. Zo. Even zoeken. Ik ga even proberen mee te nemen. Maar ik weet niet of het lukt. Dus dat zien jullie dan later. Ik ga even mijn postzegel zoeken. Want die kan ik niet vinden. Zo, en toen was ik ineens weer thuis. Ik ben al een tijdje thuis, maar ik kom nu eventjes terug in de vlog. En ik heb een nieuwe bril op, zoals jullie kunnen zien. Ik ben er heel blij mee. Ik moet wel even wennen, omdat ik natuurlijk al die jaren kunststof heb gehad. En ik heb kunststof echt wel, nou, ik denk wel, misschien wel 10 jaar gehad of zo. Dus dat weet ik niet. Maar dus het is wel even wennen. Er zit een blauwe gloed in, misschien kun je dat ook zien. Dat zit er dus in, dat is dus ook rustgevend. Bijvoorbeeld ja, met autorijden noemde hun dat. Nou ja, dat is voor mij niet van toepassing, maar ook achter de laptop. Omdat ik dat natuurlijk wel heel veel doe. Dus
Ik ben er heel blij mee. Ik kreeg er ook een hele mooie brillenkoker bij. Wat ze bij Specsavers doen is, je krijgt zeg maar een tasje. Daar wordt je bril ingeleverd. En daar zit dan in ook een kortingsbon krijg je. Even kijken. Nou, met nog korting op een complete bril. Het garantiebewijs zit erin. Even kijken hoor. Dit is de brillenkoker die je erbij krijgt. Deze. Dat vind ik ook wel heel netjes. Er zit nu mijn oude bril nog in. Er zit dus ook een doekje in. Mijn oude bril kan straks in mijn andere brillenkoker. Want ik ga deze gewoon voor deze bril gebruiken. En er zit dus een zwart doekje in. En even kijken hoor. Een... ja, wat was dit? Een beestje. Een dingetje van wat je van de service vindt en zo, geloof ik. Zoiets. Wat er ook nog in zit. Oh, er zitten ook nog wat andere dingetjes in die eruit kennen. Even kijken hoor. Een klein miniatuurtje met een lens cleaner. Heel schattig. Kun je gewoon proberen. En als het je dan bevalt, kun je bijvoorbeeld dat gewoon kopen. En wat ik ook wel heel fijn vind, is een kaartje. Dit is een pas. En daar staan dus je, je dingen op. Je, god, hoe heet dat? Je sterkte staan erop. Dat vind ik wel heel tof ook. Had ik ook nog nooit gezien. Dus voor mij ook voor het eerst. Ik heb dus aan mijn rechterkant heb ik plus 7,25. Nee, links ook. Ja, ik heb 7,25 plus. En dan is het, de cilinder is aan de rechterkant 0,50 en aan de linkerkant 0,25. En de as is aan rechts 40 en links is hij 90. Maar dat vond ik ook wel heel erg handig, want het is natuurlijk gewoon altijd handig. Dan kun je je gegevens natuurlijk gewoon opvragen. Maar aangezien ik compleet nieuw was bij deze prillenzaak, ik hier nog nooit geweest was, omdat ik voorheen altijd bij een andere prillenzaak was, vind ik dat wel echt een hele, heel erg iets tofs. Ik vind het echt, echt leuk. Dus dat vind ik ook wel heel erg mooi. Ik heb ook nog wat dingetjes gekocht, maar daar ga ik een shoplog van opnemen. Ik ga zometeen even lekker douchen. Ga ik even mijn kwasten onder de douche schoonmaken, want die zijn aan de beurt en die kon ik vandaag niet doen. Morgen ga ik het niet doen, want morgen om 2:30 speelt Ajax. Dan ga ik straks lekker om 8:00 All Together Now kijken. En daarna wie ben ik. En komt een man bij de dokter, moet ik nog even opnemen. Dus dat ga ik zo meteen even lekker doen. Dus dan ga ik lekker de bank op. En waarschijnlijk nog even iets op de laptop of zo doen. Dus dat is eigenlijk een beetje, dat is heel gezellig. En ik heb wel iets gevlogd, maar niet heel veel, omdat het was druk. Het was ook nog markt, dus drama. Maar goed, ik ga zo even lekker onder de douche en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Vanavond kijk ik ook trouwens nog Rex en Glee. Dus wordt gewoon mijn avondje, dus lekker relax. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 19 januari, ik zit lekker op de bank. Ik heb net even stof gezogen. Ajax staat aan. Ajax gaat zo spelen. Dus ik ben heel benieuwd. Op zich moeten we kunnen winnen, maar je weet het niet. Het was even nodig de stofzuigen, want dat had ik gisteren natuurlijk niet gedaan. Dat merk je hier meteen met drie katten. Dat heb ik even gauw gedaan. Ik heb geprobeerd het meeste weg te halen. Het zal niet heel grondig gebeurd zijn, maar dat doe ik morgen wel weer. Gisteravond heb ik lekker Rex gekeken en Glee. En ik heb naar Wie ben ik gekeken. En All Together Now. En ik heb ook naar Komt een man bij de dokter gekeken. Dus gewoon lekker een televisieavondje. Verder niet heel bijzonder. Dus ik zal even foto's maken. En ik had het pakketje gekregen. Wat ik had ontvangen van een van de kijkers. Die zal ik straks eventjes aan jullie laten zien nog. Wat de inhoud daarvan was. Want dat was echt heel veel. En dat was echt heel erg, erg lief. Ik ga nu in ieder geval eventjes naar Ajax kijken. Want dat begint. En straks eventjes alleen even foto's maken. En dan hou ik verder rustig zondagje. Want dat heb ik nodig. Ik heb ook wel goed geslapen. Op zich wel weer wat nachtmerries. Maar op zich wel de klok rond. Dus
Nou, dat was op zich dik prima. Of de klok rond gewoon. Meestal wanneer ik wakker word. Dus dat was fijn. Goed, ik ga even naar Ajax kijken. En ik zie jullie straks even om het pakketje uit te pakken. Het pakketje zat in een heel mooi doosje van Hero. En er zat echt best wel veel in. Allereerst zat er nog een hele leuke kaart bij. Die was eigenlijk voor de kerst. Maar ik heb het dus ruim na de kerst gekregen. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Er stond ook een hele leuke tekst in. Gewoon super lief. Er zaten in kleerstems. Hele leuke. Ik ben dol op stempeltjes, dus echt super leuk. Met de Eiffeltoren, een cafeetje en ook Happy Birthday. Is ook heel erg leuk om kaartjes te maken. Deze zat er ook in met wat diertjes, wat uiltjes. Een beetje een herfstthemaatje, denk ik. Vlindertjes, super leuk ook deze. Dan nog wat twinkle stickers. Zitten ook katjes bij, super leuk. Ik zie hem. Het zijn katten eigenlijk. Het zijn allemaal kattenpopjes, dus super lief. Dan nog deze stickertjes zaten erin. Met Hello, wat zomer, Happy Holly Holiday. Er zaten nog een setje met calligrafiepennetjes in. Zwarte voor handlettering. Dit zat er ook in. Zijn sterretjes. Ik denk dat het een soort... volgens mij is het een soort van slingertje. Met verschillende kleurtjes. Want er zitten touwtjes aan. Er zaten ook splitpennen in. Hele mooie met rozen. En deze die zijn... Er zijn wat kloppen op met diverse... ik stel volgens mij niet heel erg scherp meer. Dingetjes erop. Dan nog een zakje met sieraadjes. Heel erg leuk, armbandjes. En heel erg leuk. Dit lijken oorbelletjes die erin zitten. Heel erg leuk al. Een aantal washi tapejes zaten erin. Ik vind er waarschijnlijk zo nog een paar. Allereerst met wolkjes en hartjes. Met roze streepjes. En dit zijn bloemetjes. Nagellijm zat erin. Nageltipglue. Nog een paar sampletjes van Clinique. En dit zijn een soort foundation sampletjes in de kleur neutraal. Dus dat is altijd goed. Dat past eigenlijk altijd wel. Dan een paar nagellakjes. Allereerst dit kleurtje. Van Essie. En even kijken hoor of er een kleur op staat. 64. Een beetje rood. Een hele mooie van Rimmel. In de kleur 307 Grape Sorbet. Dan een setje met drie nagellakjes. Even kijken of er ook een naam op staat. Monique Smith staat op de achterkant. Take Away Nail Colors. Het zijn hele schattige flesjes. Ik heb hier oranje. Volgens mij is dit ook. Dit is een donkere oranje. Dit is nummer 110, nummer 28. En nummer 13. Mooi rood kleurtje ook. Op de onderkant staat dat dit setje de nummer 126 is. Dan eentje met wat blauw tintjes. Dit is ook kleur nummer 126. Deze kleurtjes. Die leuke blauw tintjes en nog iets met roze. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Een hele mooie glasvijl van Herome ook. Ik ben dol op glasvijlen. Zit ook in een heel mooi, zit een heel mooi hoesje zit erbij. Ook nog een opbergdoosje.
een heel mooi setje. Ik ga het gelijk ook weer even terug doen. Dan een desinfecterende handgel. Daar ben ik heel erg dol op. Ik hou van desinfectieproducten. Een 1-minute manicure. Dit is een... ik weet nog niet zo goed hoe dit precies werkt. Dus even kijken hoor. Voor zijdezachte en verzorgde handen binnen 1 minuut. Deze natuurlijke scrub met verzorgende olie. Oh, dat is een scrub. Oh, wat gaaf. Heel leuk. Echt een heel vol flesje. Kijk. Zo kan ik wel lekker mijn nagels, mijn handen mee gaan doen. Aangezien die op het moment super droog zijn. Dan nog een nagelolie. En ik heb nog een paar washi tapejes hier. Allereerst een leuke met Dream Big. Een dunnere met streepjes. Deze is ook heel leuk. Een mooie glitter. Dit zijn meer soort veetjes. En deze met Beautiful Day. Super leuk. Dus dat was dit hele leuke pakketje die ik dus even van een van mijn kijkers heb gehad. Ik heb je natuurlijk al uiteraard bedankt. Maar nogmaals via deze weg ook nog super bedankt. Ik ga nu eventjes ondertussen mijn foto's maken. Want ja, dat moet ook eventjes gebeuren. En dan ga ik ondertussen de wedstrijd kijken. Ik heb alleen niet zo'n hele fijne stream vandaag. Het is weer een beetje drama. Hij loopt steeds vast. Ik zat eerst op het verkeerde kanaal dat hij aangaf. Het is Ajax. En toen was het uiteindelijk... was het helemaal niet Ajax. Ik zat naar Heracles te kijken. Nou, daar was ik natuurlijk niet zo heel erg gelukkig mee. Ik bedoel, ja. Ik wil naar Ajax kijken. Ik ga het even verder doen. Dus dat wilde ik jullie even laten zien. Zo, katjes hebben lekker gegeten. Ik ben ook klaar met de foto's. Ik moet alleen nog even die lamp opruimen. Maar ja, dat blijft toch een dingetje. Vanavond even mijn nagels lakken. En vanavond kijk ik Nederland tegen België. Misschien had ik het al wel verteld. Ik weet het even niet meer momenteel. Vind ik altijd wel leuk. Je hebt ook smeres. Dat ga ik alleen even opnemen. Want je had zo... ja, volgens mij was dat rond oktober. Toen begonnen ze met smeres uit te zenden vanaf seizoen 1. Vond ik heel leuk. Nee, december. Het was echt... ja, halverwege november was het. Want ik weet nog, toen kon ik die paar afleveringen, ik liep heel erg achter, toen kon ik het niet meer afkijken omdat ik van provider switchte. Maar toen zijn ze daar op een gegeven moment weer mee gestopt. Dus ik wil eigenlijk even kijken of ik dus verder kan kijken van waar of dat ik het nu mis. Want ja, dit is het laatste seizoen en ik kan het nu dus niet, als ik het nu ga kijken zal ik het niet begrijpen omdat het toch wel met elkaar te maken heeft. Dus daar ben ik wel eventjes benieuwd naar. Ik ga het dan sowieso opnemen, dan staat het gewoon op de harde schijf en als ik er dan naartoe ben kan ik het kijken. Maar dan ga ik dus Nederland tegen België kijken en daarna Baantje. En ik ga eventjes de noodcentrale opnemen. Dan kijk ik dan later nog even en Glee en Rex. Nu ga ik verder ook niks meer doen. Even lekker relaxen. Straks lekker warm douchen. Ik heb wel de verwarming hier aan, want ik vond het best wel frisjes. Het was best wel op zich nog best wel zonnig. Het was best wel een heldere dag. Maar mijn stream die werkte ook niet helemaal mee. We hebben wel gewonnen trouwens, 2-1. Maar er had wel meer ingezeten als je het mij vraagt. Ik vind het een beetje magertjes tegen zo'n club. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan alleen relaxen en straks mijn dingetjes doen. En dat is verder toch niet interessant. En zoals ik al zei, ik heb jullie verder nergens bij gezet. Maar ja, het is zondag. En op zondag doe ik gewoon echt niet zo heel erg veel. Dus... ja, ik heb wel even nog mijn agenda bijgewerkt, dus die loopt nu ook weer gelijk. En maar goed, kaartje van oma is ook op de bus, dus ik hoop dat die morgen of dinsdag aankomt. Dus hopelijk komt alles goed. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 20 januari. Ik ben klaargemaakt.
Ik film even mijn telefoon, want mijn camerakaartje is vol. Had ik eigenlijk niet opgelet gisteren. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond lekker Holland tegen België gekeken. Vind ik altijd heel erg leuk, want je leert toch weer dingen die je bijvoorbeeld helemaal niet wist over een land. Ik vind dat zelf gewoon heel erg leuk. Dan heb ik daarna een baantje. Daar kom ik nu wel iets meer in. Al vind ik sommige dingen nog steeds een beetje vaag. Ik heb ook mijn nageltjes gedaan. Dus ik heb eventjes een beetje een zacht kleurtje erop. Vond ik wel een keertje leuk. Ik heb Plie gekeken. Ik heb Rex gekeken. Ik heb ook nog naar de noodcentrale gekeken. Vond ik ook best wel heftig sommige dingen. En dat was gewoon lekker mijn avondje. Foto's bewerken, dat soort dingen. Nu ga ik zo meteen voor jullie een video opnemen. Nu zien jullie waarschijnlijk heel goed een blauwe gloed in mijn bril zitten. Want de rest van de week gaat me dat niet lukken, omdat ik druk ben met schoonmaken. En donderdag heb ik een afspraak in de middag. Dus dan gaat het er niet worden. Dus ik dacht, ik ga het nu doen. Ik heb echt een bende in de slaapkamer. En dat wil ik ook opruimen. Dan kan ik beter zo eerst de video opnemen, want dan kan ik weer lopen. Ik ga zo even lekker stofzuigen. En dan ga ik de video even opnemen. Het is waarschijnlijk niet de beste dag, want het is niet weer heel erg goed qua licht. Maar ja, het is even niet anders. Ik moet er gewoon even aan wennen. Dus dat ga ik zo lekker doen. Dan ga ik een beetje opruimen. Misschien nog wat in mijn bullet journal. Maar ik moet even kijken hoe de planning loopt. Hoe snel ik overal mee ben. Dus ik ga even lekker stofzuigen. Dan ga ik mijn dingen doen. En dan ga ik de video opnemen. Zo, ik ben heerlijk klaar met alles. Ik moet even iemand uit de keuken halen. Kom. Kom maar. Lopen. Er lag ook nog vlees hier, dus eventjes mogen ze niet bij, want ik moet straks eten. Wel even lekker bezig met mijn slaapkamer. Mijn kamer is weer lekker wat opgeruimd. Vrijdag is toch weer een grote schoonmaak daar. Maar in ieder geval de vloer is hier wat leeg. Dus dat is wel heel erg fijn. Want ik kon echt bijna niet meer lopen. Dus dat is heel prettig. De video ging op zich ook best wel vlot. Heb ik ondertussen mijn kaartje gelegd voor mijn camera. Zodat ik weer met mijn camera kan filmen. Nog even wat getekend. En nou ga ik lekker relaxen. Vanavond kijk ik Married at First Sight. En uitstel van executie. En ik moet niet vergeten om de 100-jarige met Gordon op te nemen. En de slechtste chauffeur. Want dat was ik vorige week vergeten. Daar baalde ik best wel van. Ik kon hem uiteindelijk makkelijk terugkijken. Maar kijk toch liever per opname. Want dan kan ik de reclame doorspoelen. Glee en Rex. En straks even lekker eten. Ik moet vanavond nog een artikel schrijven. Ik wil eigenlijk nog even verder met de nieuwe collectie van Essence. Die heb ik binnen, dus die moet ik nog even afmaken. Dus ja, gewoon even een beetje avondje computerwerk ook. Maar vind ik altijd wel lekker. Gewoon lekker relaxed. Dus verder niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan morgen weer zien. Ik heb vandaag niet heel veel gevlogd waar ik jullie bij kon zetten helaas. Omdat ik dus ook die video moest opnemen. Dus dat neemt iets meer tijd in beslag. Maar morgen gaan we gewoon weer aan de schoonmaak. Dus zet ik jullie weer gewoon bij. Dus ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 21 januari. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zometeen lekker mijn dingetjes doen. Kattenbak.
De douche en de gang. En de gang is echt nodig, want er staan allemaal voetafdrukken of iets van modder of zo ligt er. Het is allemaal wel opgedroogd, maar ik dacht, nou weet je, ik ga toch dinsdag de gang weer heel goed doen en dweilen en zo. Dan ruim ik het dan wel op. Katten hadden een beetje gespuugd, dus dan moet ik ook even de dweil overheen halen. Ik heb het al wel opgeruimd, maar sommige sporen krijg je niet helemaal weg. Als een haarbal wat er nu uitkwam. Gisteravond lekker mijn programmaatjes gekeken, meer uit het First Sight. Kwam nu naar voren dat er ook één homoseksueel koppel weer is die gaat trouwen. Dat hebben we vorig seizoen ook al gehad. Wat ik wel toepasselijk vind, en ik ben een beetje aan het tranen, ik ben niet verdrietig, maar het is zo zonnig hier in huis dat het een beetje reageert op mijn ogen. Dat we eigenlijk nog nooit twee vrouwen hebben gezien die gaan trouwen. Tot nu toe alleen nog maar mannen. En dat zou op zich voor het programma misschien ook wel leuk zijn als er een keer twee vrouwen zouden trouwen. Maar ja goed, er moet natuurlijk wel een match zijn. Want ja, ik wil zeggen, voor het programma is het leuk als er twee vrouwen trouwen. Maar als er geen match is, dan houdt het natuurlijk al op. Ik weet niet of alle koppels het zullen overleven. Daar kan ik ook niet zo heel veel over zeggen. Want er zijn nu pas twee koppels getrouwd. Het derde gaat nu trouwen. Ik denk dat die in totaal vier koppels trouwen. Dus ik denk nog die man en die vrouw. En dan die twee mannen die gaan trouwen. Maar dat weet ik dus niet 100%. Maar we gaan het zien. Vanavond is het weer op tv. Na Married at First Sight heb ik gekeken naar Uit zelf een executie. Was wel een hele andere case dit keer. Want normaal zeg je dat soort programma's zijn altijd hetzelfde. Alleen deze keer, als ze zo'n huis gaan verbouwen, en ik moet ook zeggen, dit huis had eigenlijk heel weinig verbouwing nodig. De makelaar zei, ja, een beetje strak trekken hier en daar. Ja, tuurlijk, weet je. Kan altijd, maar ja, goed, als het er goed uitziet, dan is het ook prima. Want ik denk vaak dat als je een huis koopt, dat je ook nog wel zelf erin wat gaat klussen. Maar deze man, die ging het verbouwen zelf doen, want hij kreeg dus geen verbouwlening van de bank. En dat moet natuurlijk wel, als ze dus, ze gaan zo'n huis verbouwen, maar ze moeten daar dus wel weer een extra lening voor afsluiten. Of dat de bank in ieder geval weer geld moet kwijtstellen om zijn woning te gaan verbouwen. Want ze krijgen sommige dingen wel gesponsord, maar lang niet alles. Ja, en die mensen die eraan werken moeten ook weer betaald worden, dus die man heeft heel veel zelf gedaan. Ze hebben het wel een klein beetje geholpen met de afwerking. Bijvoorbeeld wat stijlen werd gedaan. En het ophangen van raambekleding werd gedaan. Daar hij had heel veel zelf gedaan. Hij wilde graag verhuizen om dichter bij zijn kinderen te kunnen zijn. Nou, het huis was uiteindelijk verkocht. Waardoor hij bij de bank in ieder geval geen schuld meer had. Hij had nog wel wat andere schulden. Maar ja, die kon hij eigenlijk zonder hulpverlening kon hij die gewoon gaan aflossen. Omdat hij gewoon een goede baan had. En dan was hij binnen 5 jaar schuldenvrij. Dus dat was ook wel een mooie aflevering. Ik heb nog even in de Vlaamse pot gekeken. En wat heb ik nog meer gekeken? Klee. Rex, vanavond kijk ik heel erg uit naar Klee. Want ze gaan de musical Grease doen. En ik ben zelf groot fan van Grease. In Klee heet het dan Klees. Grease, Klee, Klees. Ja. Dus dat eigenlijk een beetje. Dus dat was mijn avondje. Ik heb mijn artikeltje geschreven. Ik heb zelfs ook al een beetje aan de vlog gewerkt. Dat was op zich wel fijn. Dus die is al tot en met, nee, halverwege zaterdag is die af. Dus op zich is dat wel lekker. Ik ga nu in ieder geval even mijn dingen doen. Ik ga jullie erbij zetten voor zover dat lukt. Volgens mij had ik al verteld dat ik het koud had. Maar ja, ik vind het nu dus zonde om de verwarming aan te doen. Ik ga even een wasje aanzetten en dan ga ik mijn dingen doen. Dus ik ga jullie er gewoon bij zetten. Thank you.
alle klusjes zijn klaar, dus dat is fijn. Net even de bakjes van de katten van het eten en drinken afgewassen, dus dat is ook weer schoon. Mijn bonen die waren een beetje vochtig, dus ik hoop dat ze lekker zijn. Komt omdat de koelkast die heeft een beetje de neiging om te gaan bevriezen, dus ik weet niet hoe het daarmee zit. Ik had ook een hele lading ijs in mijn chocomelpak, dus dat was een beetje gek. Ik zal even de lamp in de gang uitdoen ondertussen. Heerlijk gevoel weer in ieder geval. Ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga even lekker relaxen. Vanavond kijk ik 4 handen op 1 buik en Married at First Sight. Ik neem 5 Days in Sight neem ik op. En dan ga ik dat van de week even kijken. Klee, Rex en ik moet nog foto's bewerken. Dus niet zo heel erg interessant. Maar ik ben in ieder geval blij dat alles voor nu weer schoon is. Morgen moet ik een beetje op tijd eruit, want ze komen morgen voor mijn internet, omdat die steeds uit de wifi vliegt. Dus daar komen ze even naar kijken. Dus tussen 12 en 2 geloof ik. Dus nou, dat is even afwachten hoe laat ze er zijn. Ik probeer nu zo ver mogelijk de vlog ook af te krijgen. Dat, omdat ik morgen ook hier moet schoonmaken. Dat, misschien heb ik dan niet zoveel tijd meer om te editen. Mijn batterij is nu bijna leeg. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan er op het knopje op mijn kanaal te drukken. En als je daar ook het belletje aan duwt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online staat. Abonneren kan ook door op het roodje bij mijn gezicht te drukken. Vond je deze video leuk? Dus zeker even een duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!